Nou, wij beginnen dit jaar in ieder geval supergoed, want aan het eind van deze maand gaan wij in ieder geval al vol gas. Ja, maar we gaan iets heel tofs doen. Iets heel bijzonders en stiekem ook best wel spannend. Ja, ik denk dat ook wel een beetje de expeditie Robinson is onder de oud-evenementen, want je wil eigenlijk heel graag meedoen. Iedereen wil eigenlijk graag aan meedoen, maar je weet ook dat het echt keihard afzien wordt. Ja, en het heeft iets te maken met heel veel wit poeder. Maar één ding is zeker, mensen gaan ons echt diehard vinden hierna als we dit hebben gedaan. Ja, absoluut. Want wij gaan. We gaan de Wintertrail Rally rijden. En dat houdt in van Praag naar St. Wolfgang in Oostenrijk. Ja, in Oostenrijk. In hoeveel dagen? Ja, volgens mij, ja, laten we zeggen een week. 2300 kilometer in een oldtimer. Ja, dat is een detail. Het moet een auto voor 85 zijn. En die hebben wij gevonden. En wij mogen nu voor het eerst een kijkje nemen in de werkplaats, want hij staat op de brug. Of zij. Is het nou of zij? Nee, ik vind het toch nog steeds wel een hij. Ik vind het ook een hij. Voor ons is het een hij. Het is ons vriendje, wordt het. Hopen we de komende dagen. En ja, kijk met ons mee. We gaan hem revealen wat het wordt. Ja, wij zijn ook benieuwd. Kijk, dit is al veelbelovend. En nu door de deur. Ik volg jou. Tada! Dus we zijn dus momenteel ook met de auto bezig. De auto wordt helemaal rally klaargemaakt. Het houdt in dat die hier liggen ze. De bandjes zijn eraf. We hebben natuurlijk winterbanden nodig. Heel erg nodig zelfs. Er komen echt de goede gordels in, want die zitten er nu nog niet in. Verlichting is eigenlijk al oké. Die rallyverlichting, die spots voorop, die werken gewoon. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En we krijgen een aparte tripmaster die ingebouwd wordt. Dus dat is zo fijn om het routeboek helemaal goed bij te kunnen houden. Oké, nog wel even een goed verhaal bij onze auto. Is dat normaal gesproken in de 404 een 1.6 ligt met 65 pk's. Ja, en nu hebben ze er een 2 liter blok in gelepeld met een injectie. Dus dat houdt in dat deze 110 pk heeft. Ik denk dat wij daar misschien wel een beetje voordeel in Dat levert ons heel veel voordeel op en geen choke. Daar zijn we ook wel heel blij mee. Yes, hebben dat gezeik ook niet. Nee, we moeten alleen nu nog leren schakelen in dit ding. En er wordt nog het een en ander ingebouwd. Want de schakel, de poog, zit niet zoals wij hem kennen, maar die zit aan het stuur. Aan het stuur, ja. Dus dat is even 1, 2, 3, 4. En daar houdt het ook alweer op. Dus dat is ook even wennen. Ja, dus 4 versnellingen, maar het gaat helemaal goed komen. Kunnen wij. De ultieme uitdaging is twee lachende dames aan de tennis. Ja. En daar gaan we voor. Ja, echt. Nou, om nog even terug te pakken op het hele Expeditie Robinson gedeelte. Want ondanks dat wij dat vinden, zijn alle mensen die een oldtimer hebben, die vinden dat ook. Dus het was best wel een klus om een auto te vinden die geschikt is, die van voor 85 is. En om die dus mee te krijgen naar het buitenland, om hem in de sneeuw te laten rijden. Om hem door weet ik veel wat voor omstandigheden te halen. Pekel, wordt misschien wel gedrift. Misschien. Maar dat misschien is... vallen we wel uit. Ze halen nee. De finish nooit. Nou... Zo, tot zover de positiviteit. Sorry. Maar dat was dus best een hele klus. Ja. Ja, en we zijn dus echt onwijs blij dat zowel Peugeot Nederland als Visser Autogroep deze samenwerking met ons wil aangaan. Ja, zeker. We blijven het dus volgen en we houden jullie op de hoogte. Ja, op beide kanalen. Op beide kanalen, dit keer. Ja. Ja. Ja, nieuwe Caleb.